Of zou Peper hebben gezegd, kijk, als we echt iets willen doen aan de onderkant van de samenleving, armoedebestrijding, dan leveren wij allemaal onze gouden kiezen in, of zo? Ja, kan ook. Want ik vind het ook zo'n rot gezicht, hè? Dat we ja, maar ik zou er wel eens één willen zien huilen. Wanneer heeft nou een magistraat... Heel lang geleden. Magistraat gehuild. Daarom, dat zie ik. De burgemeester van Hal bij Mies Bouwman. Meneer Kans! Meneer Kans, kunt u even stil zijn? Meneer Kans! Hallo! Meneer Kans! Even stoppen. Je zit er nog in de uitzending, hoor. Bent u het doen? Ja. Nou, ik ben even aan het blowen. Blowen? Maar daar liggen toch geen bladeren? Nou, omdat het grasnat is. Grasnat? En het is prachtig weer geweest vandaag. Ja, prachtig weer. Maar het gras was nog nat, hoor. Ja, maar dat wou ik even feunen. Maar waarom? Het hoeft toch niet droog te zijn, dat gras? Omdat ik anders op mijn bek ga met het natte gras. Ja, maar u moet daar helemaal niet zijn, meneer Kant. Nee, ik ben toch aan het blowen, hè? Ja, mag, ja, dat is de logica van de regressieve therapie. Ik ben hier omdat ik hier geweest moet heb zijn. Heb je nog wat dat is onzin, je zegt over dat antidrankmisbruikspotje? Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Van die jongelui, wat er nou op tv is? Nee, ja. Nee. Wat vindt u heb daarvan? Heb je wel gezien? Ja, nee. Wel gezien. Dan zie je zo'n zo'n gast die is zo dronken als een antipersoneelskanon. Ja. En die, nou ja, die is toch bezig, en die kop zo heel dichtbij en ver weg. Die is op een trip. Nou, dat lijkt wel een MTV-clip. En volgens mij is dat hartstikke verkeerd. Want daar worden die kinderen niet paars van. Het lijkt op die gasten een pond paddo's op heb in plaats van 20 pils. Dat is echt zo, wat vinden die kinderen prachtig. Dus die denken, nou, zoals die gast uit zijn dak gaat, dat wil ik ook wel. He, dus dat is fout. Dat moet toch andersom? Dat is een hele gewone, lullige, grijze kantoorpik voor moeten nemen. Die je aankijkt als een bos uien. En die broodje nuchter is. En die dan zegt, ik ben nuchter, dus A, ik vecht beter. B, ik kan gerichter tegen de kerk pissen. En C, ik kom drie keer zo lang klaar. Ja, dank u wel. Dat zou ik wel willen, die knapen toch allemaal. Hoe gek moet het sportje tegen ecstasy dan wel worden? Heren, na ons lopende zaken. Met de hoofdschepper. Nou, op lopende zaken. Tjip, 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 tjip